Welkom allen bij deze kennisclip radiologie. En in de komende minuten gaan we het hebben over de verschillende types hersenbloedingen. Het kan er heftig aan toegaan. De patiënt komt binnen, als een stroke wordt hij gepresenteerd. We maken snel een CT, want dat is snel en we krijgen snel informatie. En dan zien we dit, een bloeding. Jullie weten door de CT-techniek dat acuut bloed hyperdens is. Maar wat voor een type bloeding is dit nou precies? En waarom is dat van belang? Dat gaan we bespreken. Waarom is het onderscheid nou zo belangrijk? Welke bloedingen zijn er dan precies en hoe ziet dat eruit op CT? Waarom is dat onderscheid nou van belang? Zoals we zien bij deze patiënt moet er snel gehandeld worden, maar die patiënt is comateus en we hebben dus heel weinig informatie. Het zou kunnen dat deze patiënt gevallen is en daardoor deze bloeding heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn dat deze patiënt een bloeding heeft gekregen en dat hij daarna gevallen is. Dat weten we dus niet helemaal zeker. Maar een type bloeding kan ons wel in die richting helpen. Dus die vertelt soms het verhaal. En als dat verhaal niet helemaal klopt met de bloeding die we zien, dan kunnen we dus misschien aanvullend onderzoek doen om de onderliggende oorzaak van die bloeding die we zien op te sporen. Daarom is dat dus zo belangrijk. Gaan we nu bespreken welke bloedingen zijn er nou precies. Daarvoor onderscheiden we het eigenlijk twee hoofdgroepen. Allereerst de extra-axiale bloedingen, daar gaan we het met name over hebben. Dat zijn bloedingen die binnen de schedel zitten, maar buiten het hersenparenchym. De bekendste is de epidurale bloeding, subdurale bloeding en de subarachnoïdale bloeding. Dan heb je ook nog intra-axiale bloedingen, die zitten dus binnen de schedel en ook in het hersenparenchym, intracerebraal. Nou, op dat plaatje daarboven zagen we al de contusie en de diffuse axonal injury, maar ook een lobaire bloeding of een bloeding van de basale ganglia hoort daarbij. Daarover aan het eind van het praatje nog een enkele slide. Om die bloedingen goed te begrijpen hoe ze eruit zien, moeten we eerst even terug naar de anatomie. We zien hier een plaatje met de schedel, de dura die zich in twee lagen splitst. Daartussen zit de sinus die bloed weer afvoeren richting het hart. Dan komen de arachnoïdia tegen met daaronder de subarachnoïdale ruimte. En daaronder zit weer de pia mater met het hersenparenchym. Een epidurale bloeding is een bloeding die op de dura ligt, dus tussen het bot en de dura. En om daar te kunnen bloeden heb je veel druk nodig om die dura van het bot te kunnen scheiden. En dat is dus ook eigenlijk altijd het geval wanneer er een fractuur is opgetreden en je een arteriële bloeding krijgt, vaak de arteria meningea media. Alleen dan is de druk hoog genoeg om die dura van het bot af te kunnen splitsen. En dat is dus ook bijna altijd in het geval van een trauma. Zo ziet dat er dan uit op een CT, dus een lensvormige bloeding. Hier duidelijk midline shift en massawerking zichtbaar. En wat verder wel handig is om te weten, dat een epidurale bloeding in principe niet de sutuur kruist. De sutuur zie je daar in de midline en dat is eigenlijk een plek waar het bot extra goed vastgehecht zit aan de dura. Gaan we dat nog één keer toetsen op deze axiale serie. Scrollen we er doorheen. Oké, we zien een duidelijke bloeding met enige midline shift. De bloeding is lensvormig. We zien zelfs bloed in de subcutis. Misschien zien jullie hier ook al de oorzaak. Maar we kunnen nog beter eigenlijk in de botsetting kijken. En jawel, er zit daar een fractuur. Oké, dus deze patiënt heeft een trauma gehad, een fractuur, daardoor een arteriële bloeding en een epidurale bloeding. Dat is duidelijk. Tijd voor een snapshot. Gaan we door naar de subdurale bloeding. Je ziet op dit plaatje al, dat is een wat meer langgerekte bloeding. Hoe komt dat nou precies? Nou, allereerst zit die bloeding tussen de dura en de arachnoïdia. Waarom zit er daar dan een bloeding? Daar lopen ankervenen die het bloed vanaf de hersenen naar de sinus transporteren. En als die scheuren, dan zal er zich dus langzaam over een langere tijd een bloeding ontwikkelen. Zoals je hier ziet staan. En er is gewoon iets minder druk nodig om de dura van de arachnoïdia te scheiden. Nou, het coronale plaatje hier toont eigenlijk precies het beeld zoals het anatomische plaatje. Dus je ziet een wat meer langgerekte, een banaanvormige of een sikkelvormige bloeding langs de dura en de arachnoïdia. En dat zien we eigenlijk ook op deze axiale serie. Precies dezelfde soort bloeding, maar je ziet ook de massawerking is er niet minder om. Hier moet snel wat gebeuren. Nou, wat is nou de oorzaak van een subdurale bloeding? Is ook vaak een trauma, maar het kan ook een heel mild trauma zijn. Iemand die stoot zijn hoofd ergens tegenaan. We zien het ook bij mensen die gegeneraliseerde atrofie hebben. Je kan je voorstellen als het hersenparenchym wat kleiner is geworden, dat die venen een wat langere afstand moet afleggen en daardoor dus wat makkelijker scheurt eigenlijk. Dit alles maakt dat een subdurale bloeding dus ook een heel chronisch beloop kan hebben. En mocht je het nog willen onderscheiden van een epidurale bloeding, kijk dan naar de sutuur. Want een subdurale bloeding loopt onder de sutuur door, onder de dura door, dus die kan de sutuur passeren.
In het geval van een acute subdurale bloeding zien we hyperdens materiaal. Maar het kan ook zijn, vanwege het chronische beloop, dat het bloed al van samenstelling is veranderd, waardoor het hypodens wordt op de CT. En dat zien we hier. En dan is het gelijk veel moeilijker om die te herkennen. En je kan ook nog een soort gecombineerde subdurale bloeding hebben, waar iemand dus al een chronische subdurale bloeding heeft met een acute component eroverheen. Nou, dit onderste plaatje laat zien dat een subdurale bloeding soms best wel moeilijk is om te diagnosticeren, afhankelijk van het tijdstip waar de bloeding is ontstaan. Dit is natuurlijk makkelijk, hier moet snel iets gebeuren. Gaan we tot slot naar de subarachnoïdale bloeding. Het woord zegt het al, speelt zich af in de subarachnoïdale ruimte. Hoe ziet dat eruit op een CT? Nou, als volgt, je ziet allemaal hyperdens materiaal, bloed dus, zitten tussen de fissuren en de sulci. We zien bij deze patiënt ook dat er veel bloed zit in de subcutis. Dus bij deze patiënt is dit subarachnoïdale bloed traumatisch van aard. Hier is de primaire botsing geweest, het koepletsel. En uiteindelijk is aan de binnenkant van de schedel de hersenpanagiem tegen het bot aangebotst. En daar zit dus je contrecoup subarachnoïdale bloeding. Dus trauma kan een oorzaak zijn van een subarachnoïdale bloeding. De andere oorzaak van een subarachnoïdale bloeding zien we hier. Gaan we naar deze CT kijken, dan zien we wederom een subarachnoïdale bloeding. Maar je ziet dat het super mooi verspreid is over beide kanten en in de midline. Ja, dat is wel heel knap als je dat met een trauma voor elkaar krijgt. En een andere veel voorkomende oorzaak van een subarachnoïdale bloeding is een bloeding uit een aneurysma. Dan maken we dus een CTA om de oorzaak van de bloeding te achterhalen. En dan zal het goed speuren. Alle cerebrale vaten moeten we aflopen. En uiteindelijk zien we dan, ja, daar zit hij. Hier een heel klein aneurysmaatje. Dat is de oorzaak van deze forse subarachnoïdale bloeding. Dan bellen we de neurointerventieradioloog. En die kan een angio maken, waarop vervolgens het aneurysma duidelijk zichtbaar is. Moet goed zoeken, maar ze zitten wel degelijk. En vervolgens kan hij die met coils dichtmaken. En eventueel kan de neurochirurg dat ook met clips doen. Samenvattend, een subarachnoïdale bloeding speelt zich af in de subarachnoïdale ruimte. Dat kan traumatisch zijn, maar het kan ook, zoals bij deze patiënt, komen door bloeding van een aneurysma. Meestal presenteren die patiënten zich net een klein beetje anders. Meestal klagen ze namelijk over de ergste hoofdpijn die ze ooit hebben gehad. We hebben het gehad nu over de extra-axiale bloedingen. Dan nu nog eventjes kort over de intra-axiale bloedingen. We zeiden al, een contusie is een veel voorkomende bloeding. Maar bloedingen die je nog wel eens in je kooschap tegen kan komen, zijn een lobaire bloeding, een bloeding in de basale kernen of secundair bij een infarct. Met name de basale kernenbloeding is eigenlijk makkelijk te herkennen. En zeker als iemand bekend is met een voorgeschiedenis van hypertensie, is dit eigenlijk 1 en 1 is 2 en is de diagnose wel rond. Als het gaat om lobaire bloedingen, die hebben een net iets andere differentiaaldiagnose. En dat is gelijk al een stukje ingewikkelder en voert te ver voor dit praatje. Oké, gaan we de kennis die we nu hebben geleerd toepassen op de volgende casus. De axiale en de coronale serie, om daarheen te scrollen. Oké, er is een bloeding aanwezig. Het is geen lensvormige bloeding, het is geen epidurale bloeding. Het is ook niet duidelijk subarachnoïdaal. Dit is een subdurale bloeding met duidelijk midline shift. We zagen net al daar in de verte iets gebeuren, want als we helemaal naar posterieur gaan, dan zien we in de occipitaalkwab ook een grote lobaire bloeding ontstaan. Ja, bij deze patiënt, die heeft dus primair een intraparenchymateuze bloeding ontwikkeld, een intraaxiale bloeding. Daardoor een trauma en daardoor is secundair de subdurale bloeding ontstaan. Samenvattend, waarom is het onderscheid tussen die bloedingen zo belangrijk? Omdat die ons het verhaal kunnen vertellen als de klinische informatie daar niet is. En ook ons een clue kunnen geven of we aanvullend onderzoek moeten doen. Bijvoorbeeld een CTA. Welke bloedingen zijn er dan precies? We hebben de extra-axiale bloedingen behandeld. Namelijk de epidurale bloeding, een lensvormige bloeding. Ten gevolge van een trauma. En dat is vaak dan bij een fractuur door een bloeding uit de arteria meningea media. Dan hebben we de subdurale bloeding. Dat is meer een soort halve maan, sikkel of banaanvormige bloeding. Dat is een bloeding uit een veneuze structuur, namelijk de ankervenen. Ook vaak ten gevolge van trauma, maar kan ook een meer chronisch beloop hebben bij mensen met gegeneraliseerde atrofie. En tot slot de subarachnoïdale bloeding, die ook traumatisch kan zijn, maar ook ten gevolge van een ruptuur van een aneurysma. En dan is dit weer een goed moment voor een snapshot. En dan wens ik jullie veel succes met jullie kooschappen.